Deze keer ben ik bij iemand die ik al heel lang ken en die ik regelmatig in mijn leven tegenkom. En ik vond het dus heel leuk om eens bij hem in gesprek te gaan. En dat is namelijk Albert Pijnenburg. En ik ken hem ook nog met de bijnaam Cookie. Toch? Dat klopt, Josephine. Ja, inderdaad. Vroeger noemde je jou allemaal Cookie, hè? Ja, dat was mijn bijnaam. Ik weet, ik was 7 jaar en ging voetballen bij Oudezee. En dat was één dag was daar Pijnenburgse Koek. En dan werd Cookie. Ja. En dat is eigenlijk heel lang zo gebleven. Ja. Heel veel mensen kenden mij niet anders als Cookie de Koek. En een leuke anekdote is nog wel dat een keer een verslaggever bij het eerste van Oudezee zat. Toen had ik 2 goals gemaakt die middag. En die zat op de tribune en die hoorde alleen maar Cookie. En die vroegen iemand, hoe heet die jongen dan? Ja, Cookie heet die. Oké, Pijnenburg, ja. En die stond dus de maandag in de krant, Cookie Pijnenburg scoort 2 keer voor Oudezee. Oh. En dat was wel heel leuk, ja. Want die man die belde mij 2 dagen daarna op en zei hij van, ik moet me verontschuldiging aanbieden, want ik ben erachter gekomen dat jij Albert heet. Ja. En geen Cookie, maar iedereen zei dat jij Cookie was. Ja. Dus dat was wel heel leuk. Uiteindelijk, heel veel mensen kenden me ook niet anders. Ik heb er nooit geen problemen gehad, want ik vond het helemaal geen scheldnaam. Nee. En ik hoorde ook wel ooit mensen zeggen, die hadden het dan ergens op een feestje over Albert Pijnenburg. En dan zeiden andere mensen, Albert Pijnenburg? Ja, de Cookie. Och, heet die Albert, zeiden ze dan. Ja. Ja, dat was toen ik tussen mijn 10 tot 25, 30 jaar was hij zo. Nu is dat natuurlijk een stuk minder geworden, ja. Maar... Maar op school was het, ik noemde jou ook altijd Cookie. Ja. Cookie? Ja, dat was. Wij hadden allemaal bijnamen. Ja, en, dat was vroeger toch wat meer, denk ik, hè, als tegenwoordig. Ja. Vroeger had je allemaal jongens, je had allerlei bijnamen. De platte, de neus, de nazen, zo was dat. En ik was de Cookie voor heel veel mensen. Ja, maar je hebt er nooit erg gevonden? Nee, ik heb er nooit een probleem gevonden. Heel veel mensen, en dat begon al met 7 jaar? Ja, dat was 7 jaar ging voetballen bij Oudezee. En na een paar weken was het al Pijnenburgse Koek en dan werd Cookie. En dat is eigenlijk heel mijn leven achtervolgd. Mijn broer noemt het ook Cookie, maar dat is bij hem een stuk minder geworden. Bij mij is het eigenlijk altijd zo gebleven. Ja. En jouw kinderen? Hebben die daar ook dat Ja, ik, toevallig mijn zoon voetbalt, die is bij PSV gaan voetballen met 7 jaar. En op een gegeven moment is daar een beetje doorgecijpeld dat ze mij als voetballer vroeger Cookie noemde. En toen hoorde ik op een gegeven moment zijn trainer van toen de tijd A1, Pascal, roepen, hey Cookie, aansluiten. Dus zijn naam werd daar ook wel een beetje, hoewel hij nu bij Utrecht zit inmiddels. En daar is hij wel weggeëpt. Maar ik weet, bij PSV waren daar wel mensen die hem ook voor de gein Cookie gingen noemen. Leuk, maar Maarten vond daar geen probleem. Ik denk ook wel iets Brabants meer, denk ik. Hè? Want ik denk Utrecht is toch anders. Dat is anders. Maar andere Brabant. Mensen, anders. Ja. Andere cultuur. Wel voor hem een heel leuke club. Maar je merkt gewoon in Brabant zijn heel veel mensen die hebben bijnamen. Ja, dat is ook. Als ik nu kijk, dan hebben we het over vroeger. En dan komen allerlei namen voorbij van allerlei mensen. Ja. Dat is op zich ook wel leuk. Zolang er geen scheldnamen zijn, is daar geen probleem in. Ik weet nog wel, vroeger deed mijn ouders ook altijd, oh, dat is er een van de dier. En dan noemden ze ook allerlei bijnamen. En dan dacht ik altijd als kind, waar hebben ze het erover? Hè? Ja. En nou hebben wij het ook over vroeger. Ja, dat klopt. Van vroeger denk ik, oh, wij hebben ook voor te vroeger. Toch? Nou zijn we zelf voor zover, inderdaad. Ja. Ik denk ook wel zo, als je kijkt naar mijn kinderen, rond de 20 jaar. Dan denk ik, goh man, dat was 35 jaar geleden dat ik 20 was. Ja, inderdaad. Zo vlug gaat het. Ja, zo vlug gaat het. Ja. Want Albert, jij bent altijd een fanatieke voetballer geweest. Ja. Je hebt lang gevoetbald, hè? Ja. Nou ik nog heb, of niet? Nee, ik ben inmiddels toch wel een jaar of 10 geleden gestopt. Ik heb toch heel lang gevoetbald tot bijna mijn 50 jaar bij de veteranen van Oudezee. Leuk. Ik ben een hart- en nier-Oudezeeër. Ja. Ik heb heel lang bij Oudezee het eerst gespeeld. Uiteindelijk ook nog in het team mogen spelen dat de hoofdklasse bereikt heeft vanuit de Boksel. Dus dat vond ik wel heel leuk. En wij hebben dus je was echt een goede voetballer ook? Nou, ik was niet de beste, maar ik was wel een... Ik was een doorzetter. Ik was iemand, ik moest niet van mijn techniek hebben. Daar moest je ooit mee lachen, maar ik was wel iemand die er altijd 100% voor ging. En uiteindelijk, een team moet niet uit 11 goede voetballers staan. Je hebt ook een paar jongens nodig die... De fundering, toch? Wij hadden toen een heel leuk team met een hele leuke mix van goede voetballers en een paar jongens op karakter. En een paar ouderen en een paar jeugdspelers. Dus we hadden echt een supermooie mix.
En wij gaan nu nog, want wij hebben nu golven bijna allemaal. En dan gaan we, zo noemen we dat, hoofdklasse team. En dan zijn we met 10 jongens van toen de tijd, met de jongens nog van de wereld. Hebben die nog steeds contact met elkaar? Ja, wij hebben nog allemaal contact met elkaar. Zo. En wij gaan zo een keer 4, 5, 6 per jaar golven. En dan gaan we naar de rand lekker ergens eten, boksen, een pilsje drinken. Maar wij hebben nog allemaal contact met elkaar. Dat is wel heel leuk. Dat is toch ook wel een goede saamhorigheid geweest toen, hè? Ik vind ook altijd, zegt mijn kinderen ook, van het belangrijkste is een teamsport gaan doen. Als ik kijk naar mijn vrienden die ik allemaal heb in mijn omgeving, hoeveel ik die heb vanuit de voetbalclub van vroeger. Omdat je daar bent gaan voetballen en allemaal jongens hebt ontmoet en dat toch allemaal een beetje bij elkaar blijven hangen. Ja, leuk. Ik heb er alleen maar leuke herinneringen aan. Ja. En sowieso, sporten is goed, die verbinding die je met elkaar hebt. En, en je deelt een hoop. Ja, hè, en je blijft in je club toch, want ik ben heel lang bij die club betrokken gebleven. Want ik heb een lange tijd daar de jeugd getraind. Ik heb technische commissie gedaan. Ik ben nu voorzitter van de Business Club. Die hebben we met een paar mensen opgericht. En daar hebben we nu ongeveer 25 tot 30 leden in zitten. Nou, die brengen een mooi bedrag binnen en dat is eigenlijk... Zijn een soort sponsors of ja, zo? Ja, sponsors. En die leggen een bepaald bedrag in. En daar hebben we vastgelegd dat 70% van die inleg gaat naar de jeugd van ODC. Okay. Dus daar vanuit gaan we echt trainers opleiden, diploma's laten behalen. Oh, dat is wel heel leuk. Dus we willen eigenlijk daarmee het niveau van onze jeugdafdeling opkrikken. Ja, want dat is natuurlijk wel, als je goede trainers kunt aanschaffen, dan... Ja. Dan gaat het niveau automatisch omhoog, ja, hè? Wie de jeugd heeft de toekomst, zeg je. En uiteindelijk moet je daar, vind ik, de basis leggen voor uiteindelijk met een voetbalclub en verder te komen. Maar goed, dat is met hockey, dat is overal natuurlijk. Dat is overal natuurlijk. Ja. En het is ook maar net wat ze willen, hè? Er zijn natuurlijk ook kinderen die gewoon lekker willen voetballen om te voetballen. Ja. Maar niet die drive hebben om heel goed te worden. Nee. En dat is ook goed, hè, natuurlijk. Dat is goed. Hè? Dus dat hadden wij binnen onze club ook weer in de jeugd. Eigenlijk wel twee afdelingen. Het prestatieve gedeelte, dus echt de jongeren... Jongens die echt een stap verder wilden en die het ook in zich hadden. En ook gewoon een gedeelte die je verder gewoon goed moet faciliteren. Maar verder niet moet opzalen met allerlei technische dingen en lekker hun spel moet laten doen. Ja, leuk. Ja, gewoon, dat is al een tijd geleden. Ja, heel lang geleden. Maar wel heel leuk dat je eigenlijk van vroeger uit, nu 7 jaar, bij zijn club betrokken raakt. En gewoon heel je leven eigenlijk toch ook wel bij zijn club blijft hangen. Ja. Want er komen nu nog veel, ik ga dikwijls kijken. En ik ben wel iets minder betrokken als een paar jaar geleden. Maar wij hebben heel lang, heel dat clubje van vroeger waar wij mee speelden, die hebben allemaal getraind en trainingen gegeven. Oh, dat en, is allemaal wel heel leuk hoor, dat ze zo gedreven zijn dan, hè, voor zo'n club ook. Hè? Ja. Dus dat is wel mooi. Ja, hey Albert, want we hebben het nou over het sporten, maar ik ken jou natuurlijk ook van school, hè, middelbare school en zo, maar je bent naar de MAVO, ben jij toen ook verder gaan studeren? Ja, nee, ik weet nog wel dat ik op de MAVO zat. En dat ik eigenlijk niet goed wist wat ik wilde. En ik weet wel, dat was een voorlichtingsavond. En dat was, ik weet nog wel dat ik samen met mijn ouders ging naar een voorlichting over verpleging en de landbouwschool. En de verpleging kwam ik achter het bloed en zo. Daar zag ik daar van alles. Ik denk, dat moet ik niet gaan doen. En uiteindelijk wist ik niet goed welke kant ik op wilde. En toen ben ik uiteindelijk toch vanuit die MAVO naar de middelbare landbouwschool gegaan. Hier in Boksel. En dat ik dacht van, nou ja... Was dat toen op Duinendaal of niet? Ja, dat was een gesplitst. Duinendaal en Pessoa Era zaten. Ja. Ja, oh ja, toen. Er zaten twee stukken, maar fietsen op en neer. En eigenlijk zat op Duinendaal levensmiddelentechnologie. Ja. En op de Pessoa Era zat de landbouwafdeling. Dus ja, ik vond dat een heel leuke tijd. Dus wij hadden thuis zelf een boerderij. Dus wij hadden wel een agrarische inslag en niet goed weten in welke kant wil ik op. Dacht ik van, nou ja, goed, die agrarische sector trok mij wel heel erg. Dus ik dacht, nou, dan ga ik toch in die richting studeren. Ja, en goed, je bent 16, 17. Gewoon dat heel moeilijk. 4 jaar ook, hè? Zo'n landbouwschool? Of 3? 3 jaar. Je had de middelbare landbouwschool en je had de lagere. Maar de middelbare was 3 jaar, die deed ik. En ik wilde eigenlijk vanaf die middelbare doorgaan naar de hogere agrarische school. Ja, ja. Ik wilde eigenlijk kijken of ik dan ergens, bijvoorbeeld als zaakvoerder bij CFV of iets. Dat was eigenlijk een beetje wat ik toen ik 16, 17 was voor ogen had. Goh, dat is toch allemaal kan veranderen. Nou jongen. Ja, inderdaad. Zitten we hier heel ergens anders. Ja, ja. Want jullie thuis, dat weet ik ook nog wel, die hadden ze die boerderij. Ja. Hadden jullie ook vee of hadden jullie echt, want het was meer groenten en zo altijd, hè? Ja, mijn vader die heeft eigenlijk samen met zijn moeder altijd een boerderij gehad. Wij hadden, zoals je het noemde, een gemengd bedrijf. Dus we hadden een gedeelte fokzeugen. Dus er waren varkens waarmee je biggen deed fokken. Ja. En we hadden gedeelte waren koeien. En die moesten gemolken worden in de weilanden, maar ook op de stal in de winter. En dus mijn vader had de longziekte gekregen en die mocht eigenlijk niet meer zo in die varkensstallen komen.
Dus dat werd een probleem. Vanwege de geur vooral. Van het geur, de ammoniak, lucht. Heeft hij daar ook aan zijn longen van gekregen? Ja, echt waar? Als je er maar lang genoeg in zit dan... Als je heel lang in die varkenslucht zit dan, en je bent daar vatbaar voor. Dus dat was ook wel een beetje waar hij tegenaan liep. Ja. En toen mocht je eigenlijk een tijd in de Klokkenberg in Breda gelegen. Oh. En toen moest je wel uit je varkenstallen blijven. En mijn oom is uit Eindhoven, de broer van mijn moeder, die hadden daar met z'n allen een aardappelhandel. En toen is zijn vader eigenlijk naast zijn boerderij op dagen begonnen met aardappelhandel in Boksel. En er werd aardappelen en eieren en uiteindelijk werd aardappelen, eieren, groentjes, fruit en zo. En het zeg maar de zeug en zo een beetje aan de kant geschoven? Dat werd minder. Ja. Mijn moeder, ik moet zeggen, veel respect al voor mijn moeder. Want mijn moeder die had echt... Mijn vader kon niet veel meer op die boerderij doen en zijn moeder had zoveel gewerkt. Die zagen wij altijd werken in de varkens gooien en in de koeien. En die deed het werk van de vader er eigenlijk een beetje bij. Dus ik moet zeggen, dat heb wel... Knap zoals hij hier allemaal gedaan heeft. Ja, zijn ze oud geworden, Johan? Mijn vader is met zijn 67 gestorven. Dat was net een maand voor mijn oudste dochter geboren werd. Ach, dus ja. Heel jammer. En mijn moeder leeft nog, is 82. Leeft jouw moeder nog? Ja. Die zit op Siemenshof. Inmiddels heeft ze heel lang zelfstandig gewoond in Lennensheuvel. Maar toch niet op de boerderij blijven wonen? Nee, wij op de boerderij, Nicole en ik zijn getrouwd en zijn mijn ouders naar het geschuurd hemd verhuisd. Ja, dat is ook mooi. En wij zijn op de boerderij komen wonen. En zijn moeder is sinds een jaar nu eigenlijk van het geschuurd hemd van de aanleunwoning naar het Siemenshof verhuisd. Mm. En die woont er nu. Ja, en jullie hebben toen eigenlijk de boerderij overgenomen? Het bedrijf als met aardappelen, eieren en... Ja, toen ik op die landbouwschool zat, toen was mijn broer thuis werkzaam en die gaf eigenlijk bij mijn vader aan dat hij daarmee wilde stoppen. En toen weet ik nog wel dat ik thuis kwam en mijn vader zei van, goh Albert, we stoppen met het bedrijf thuis, want onze Rien die stopte mee. En, die zag het gewoon niet die zitten? Die zag het niet zo zitten, die wilde gewoon iets anders gaan doen. Ja. En mijn vader zei, ja goed, alleen blijf ik daar niet trekken. Nou goed, toen heb ik daar natuurlijk een tijd over nagedacht en toen heeft vader gezegd, nou dan wil ik wel thuis komen werken. Die lammenschool had ik nog niet zozeer wat ik allemaal wilde gaan doen. En uiteindelijk ben ik bij vader in het bedrijf gekomen. En toen hebben we heel lang, want ik was 17, ik had geen rijbewijs. Dus heb ik heel lang samen met vader de groentekar gereden, tot ik mijn rijbewijs had. En toen is vader eruit gestapt en toen ben ik verder gegaan met de groente en fruit. En toen deed ik ook nog een paar dagen thuis de boerderij. Goh, dat is ook wel hard werken. En kon jij daar ook je kost mee verdienen dan? Ja, dat was wel... Dat vroegen heel veel mensen wel, ik merk, kunnen we de kost mee verdienen met... Met groenten verkopen, dat lijkt mij nou ook. Hè? Ja. Je hebt zo'n beeld van die supermarkten en alles. Ja. Maar dat was toen ook allemaal nog niet zo. Nee, dat was ook niet zo erg. Hè? De concurrentie was niet zo groot. Dat was meer last. Maar dat waren eigenlijk de concurrenten, de groentewinkels die toen in Boksel gaan bewaren. Oh ja, natuurlijk. Ja, dat was toen wel. Maar ik heb een tijd gehad, toen had ik eigenlijk ongeveer 1250 vaste klanten in Boksel. En ik had klanten, dat was ik 6:15, dat was de eerste klant en 6:00 de laatste. Dus ik had echt routes. Dus ik had gewoon heel veel klanten op een dag, dus veel omzet. Ja. En heel veel klanten die ik nooit zag, waar ik altijd elke week standaard bepaalde spullen neerlegde. Of aan de achterdeur of voor een tasje. En die kreeg het einde van de maand een rekeningetje van mij, die betaalde keurig via de bank. En dat is ook goed. En zo liep dat en dan had ik echt wel een mooie kost, weet ik. Ja, leuk. Ja. En dat is ook goede handel, hè? Ja, top, hè? Laten we eerlijk zijn. Het was ook natuurlijk handje contantje veel, dus Het was gewoon lekker. Ik heb vanaf mijn 17 tot mijn 40 gedaan. Ik vond het geweldig werk. Ik had met heel veel mensen contact. Ik kwam bij alle lagen van de bevolking liep ik binnen, kwam ik binnen. En ik moet het zeggen, ook weer terug naar die voetbalclub. Maar ik kwam bij OLC in de eerste. En in de tijd van 2 jaar had ik mijn klantenkring verdubbelde. Want ik voetbalde daar, heel veel mensen gingen naar OLC. En ze gunnen het jou. En die gunden mij dat. Dat is de kunst, hè? Dat mensen toen ook dat trok het eigenlijk ook aan mijn klanten. En uiteindelijk liep die groentezaak zo door, of had ik zoveel klanten, dat we de boerderijen eigenlijk helemaal afgestoten hebben. Ze hebben wel blijven wonen, maar de varkens en koeien hebben allemaal opgeruimd. Toen was mijn werk gewoon 5 dagen in de week in de groentekar rijden. En dat was gewoon, deed je dan bij de groothandel inkopen? Ja. Overal? Wij kochten rechtstreeks een kippenboerderij erin. Die hebben heel lang zelf gesorteerd, maar wij kochten bij groothandel groente fruit in. Aardappels kwamen allemaal Zeeland. Dan hadden wij een groothandel die heel secuur was, hebben goede aardappels hadden. Dus we hadden ook wel wat kwaliteit. Ja. Ik denk echt dat heel veel klanten mij... Het was een mix van mij gunnen,
maar ook wel klanten die zeiden, nou, het is gewoon goede spullen. Ja, want, maar dat is het hem ook. Hè. Ze moeten het toegunnen, maar als je geen goede spul hebt, nee. Dan denk je, ja jongen, nee. Ik ben wel een ODC-fan van jou, maar... Als je elke week rommel brengt, ja, dan laat maar. Nee, dat is ook zo. Dus uiteindelijk moest er wel een mix zijn. En daar hebben wij wel altijd geprobeerd goede spullen rond te brengen. En dan ging je toen beginnen met vijf dagen in de week? Vijf dagen in de week. En dan was ik wel... En die klanten... Altijd in weer en wind? Ja, altijd weer en wind. En je had natuurlijk heel veel de groenten van het seizoen. Ja. Want toen was dat ook misschien... Oh, ja, wel, dat was wel. Ja, dan had ik weer op het laatst. Hè, want ja, goed, het hele jaar van mandarijntjes. Hè, die kwamen uit Argentinië en dan uit Spanje en dan uit Colombia. Ja. En ja. Dat was onstelbaar. Maar het was wel gewoon leuk. Wij kregen allemaal een grote... Pellets kwamen allemaal binnen, wij deden allemaal terugverpakken. Wie zijn wij? Nicole, ja, Nicole en jij? Ja, vooral mijn moeder ook weer. Och, ik had mijn moeder die woonde toen al toen in Lensheuvel, maar die kwam 's morgens, toen in die boerderij kwam ze daarmee helpen. Deed ze al de fruit mee inpakken en ik had een paar jongens die mij hielpen. Wij deden alles terugverpakken naar kleine zakjes, 2 kilo. En uiteindelijk zo allemaal wel voorverpakt bij mensen afgeven. Dus iemand zei ik wil 2 kilo appels of 1 kilo appels. Of, ja, ding. En dat gaat ook snel. Ja. Ik deed niks, je had niet zo weegschaal. Nee, ik deed niks aan de wagen afwegen. Nee. Want dan had ik gewoon, tel maar uit, 1200 klanten. Dat waren 240 op een dag. Ja. Dan heb je niet de tijd om alles nog eens af te wegen. En dus er zat wel een bepaalde snelheid in. Ja. Waarmee je die route moest rijden. Goh. En ik heb wel zoiets. En was het dan in Boxton of was het ook verder als Boxton? Nou, nee, het was eigenlijk Boxton Liemde. Ik kwam niet veel buiten. Ik had echt die klanten in deze regio. Alleen op een gegeven moment kreeg ik wel steeds meer horeca klanten erbij. Dus wat ik toen op een gegeven moment heel lang gedaan, het was 's morgens 4-5 uur. Begon ik met horecaklanten, had ik sleutels van restaurants waar ik achter gewoon de spul in de koeling zette. En dan had ik die route met die horeca gereden en dan kwam ik om 7 uur terug in de hal. En dan begon ik eigenlijk aan de route van de particulieren. Dan werd het, want had jij 1 wagen? Ja, 1 wagen. Ik had 1 grote beurs en een klein bestelwagentje. Met de bestelwagentje deed ik de horeca. Oh ja, dat en met die grote beurs reken aan heel de week de bocht. Want die bestellingen van de horeca, dan kon je thuis of jouw moeder kon die al kant-en-klaar neerzetten. En je hoefde ze maar af te leveren. Ja. Jouw moeder had ook lang mee kunnen werken. Ja, ik denk ook wel, die is gewoon jong gebleven door. Die, had echt, die ging ook echt toen, tot mijn vader stierf en toen is hij gestopt. Maar die is ook jong gestorven. Net ja, die was 67. Dat is toch nog een jonge mens. En zijn moeder ging tot op die dag, ging ze elke donderdag naar mij route rijden. Dus die was 62. En die ging nog elke donderdag met mij in Planoos, kwam ze helpen. Dat was een hele drukke dag. Maar ja, die ging in en uit je auto mee, want het was best zwaar werk. Ja. En dat was ook wel wat mij opbrak op een gegeven moment. Want je moet 's morgens al die kisten in die wagen duwen. De hele dag sjouwen in en uit je auto, de weer en wind. Ja. En als je 20, 30, 40 bent, maakt niet zoveel uit. Maar wie gaat er wel voelen van, hey, als ik daar 60 ben... Moet kan ook ik nog. Dit ook nog? Ja. Hè? Want je moet hurry up, tijden veranderen. Ja. Dus daar was ik wel een beetje waar op een gegeven moment waar ik over na ga denken. En toen ben ik wel vanaf mijn 30 jaar tot mijn 40 toen met allerlei dingen bezig geweest. Ik dacht, dat ga ik hier iets anders doen in mijn leven. Want toen had ik inmiddels. Al zo vroeg, 30? Ik ben met mijn 30 jaar ben ik vakdiploma autobedrijf gaan halen. En ik ben daarna nog een NIMA A-opleiding gaan doen. Eigenlijk allemaal met de gedachte van, ik wil nog een keer iets anders. Ja. En ook wel ook een paar keer met bedrijfsovernames bezig geweest. Op het laatste moment ooit weer niet doorging. Maar ik heb heel lang gedacht van, ik wil eigenlijk wel een motorzaak beginnen in Boxel. Daarom had ik die papieren vakdiploma autobedrijf gehaald. Daar zag ik wel wat mogelijkheden in. Dat had een hobby van mij. En ook ik denk, dat zou misschien nog wel iets hebben. Dus het werd ook populair toen de tijd. Ja. Dus ik ben wel... echt heel veel jaren met van alles bezig geweest. Ik dacht van, ik ga een keer iets anders doen, maar uiteindelijk de knoop doorhakt en echt zeggen. Zoekende meer hè? Ja. Maar je bent wel een ondernemer. Ja, ik ben wel een ondernemer. Hè? Je bent wel vooruitstrevend en aan het zoeken naar mogelijkheden. Ja, want ik heb wel altijd gekeken van, wat is er mogelijk? Want ik heb in de halte tijd ook nog een tijd een groentewinkel gedraaid. We hebben een opening gedaan en dat liep ook goed. Alleen ik kwam wel heel snel achter dat ik niet iemand was om de hele dag in zijn winkel te staan. Nee. Want als er niemand komt, staat er maar te staan natuurlijk. Daar. Kijk, als ik de route reed en het was ooit wel minder, het was vakantietijd, dan was ik 2 uur eerder thuis. Ja. Was ik in plaats van 6 uur, was ik 4 uur lekker thuis. Ja. Als je winkel die moet om 6 uur op slot.
En dat viel me zo tegen dat ik ooit daar uren stond en dat er maar een paar klanten kwamen en slecht weer was. Dat is gewoon een gevangenis. Dan. Ja, dat was voor mij voelde opgesloten. Ja. Dus daar heb ik heel even geprobeerd en dat liep wel goed, maar ik denk dat moet ik niet willen. Nee. Ik was eigenlijk wel iemand die zo heel dag de weer en wind, dat maakte me niet uit. Ik vertrok wel zoiets morgen en dan regende het al en dan had ik een regen overal aan. En dan liep ik heel de nacht in de regen. Dat maakte me ook echt niks uit. En het mooie was dat ik het 's avonds goed verkocht had, want iedereen was thuis. Ja. En heel veel klanten kwamen aan de auto om extra te kopen. Ja. Dus ja, dat was altijd... daar was ik zo. Toen zei ik, mijn god man, je kunt heel de dag door de weer en wind. Ja, maar waarom niet? Maar dat dacht ik er niet meer na. Nee. En nu denk ik, ooit morgen kom ik ooit in bed. En dan regent het buiten en denk ik, oh, ben ik blij ik met die bus... Ja, maf is dat, hè? Ja, dat is toch raar. En dat je veel kunt op het moment... Omdat het is wat het is en dan maakt er het beste van. Ja, dat vind ik gewoon. Dat is ook kracht, hè? Want dan hoort dat op dat moment bij jouw beroep en dat denk je niet meer na. Dat doe je gewoon. Ja. En dan komt nou wat bij mijn moeder op Siemens van en dan kijk ik naar buiten en heel slecht weer. Zei, nou moeder, dat is goed dat we niet rondhoeven. En wat zegt ze dan? En dan moest je lachen, want je wist wel meteen wat ik bedoel. Ja. Is ze nog goed gezond? Ja, ze is goed gezond. Ze heeft wel bij hartritmeproblemen en ze krijgt weer minder lucht. Ja. Maar ze moeder is gewoon een doorzetter. Die is op Siemens of die doet... Lekker, s'avonds mee kaarten, doet overal mee, blijft niet op de kamertje zitten. Je zit geweldig naar erin, dus dat vind ik wel mooi om te zien. Oh, nou, daar kunnen we iets van leren. Dat je niet met de pakken neer gaat zitten. Nee, dat heeft ze moeder nooit gedaan. Ja. Die is gewoon van aanpakken en... En we maken er weer iets van het is wat het is, huppakee. Terugkijken naar ons werk en hoe ik met mijn vader en moeder heel lang samen heb gewerkt. Ja, dan heb ik gewoon heel veel respect voor zijn moeder als ik zie waar die gewerkt, gesjouwd heeft. En, ja, want hoeveel kinderen hadden jullie? Drie. Drie? He, mijn broer, onze Rini was de oudste en Maria die was net boven mij. En die hadden, Maria had ook geen interesse in de zaak? Of, nee, die is getrouwd met een man die een varkensbedrijf had. Oh, ja. Alleen die hebben toen de tijd als eerste in Schijndel de varkenspers gekregen. Och. En die zijn uiteindelijk toen ook in de groentes gegaan, net als ik. Ook met een grote kar door Schijndel gereden. En uiteindelijk hebben die een groentewinkel begonnen. En die hebben ze vorig jaar verkocht. Die zijn nu gestopt. Die hebben heel lang in de groente en fruit gezeten. Ja. En dan was ik, het zat bijvoorbeeld wel een beetje in de familie. Mijn oom zei daar en mijn vaders moeder zaten erin. Mijn broer had in Zon ook nog een tijd een groentebedrijfje gehad. Dus wij zaten allemaal wel een beetje in de groentes. En je kon elkaar ook helpen, hè? Want je weet ook precies waar je moest zijn, hè? Voor de beste groenten of eieren of aardappelen. Voor de inkoop en zo. Wij kochten gezamenlijk in. En dat scheelt ook weer. Ja, we hadden bijvoorbeeld een grote machine waar we aardappels allemaal deden, terugverpakken naar zakjes van 5 kilo. Nou, dat deed ik eigenlijk ook voor mijn broer en zus. Ja. Die verkochten eigenlijk dezelfde aardappels en die verpakten wij allemaal weer een boksel. Dus we hebben heel lang daar samen in gewerkt. Ja. Dus zaten we eigenlijk allemaal in die groente en fruit. Ja, mist het niet? Nou, ik moet zeggen dat ik nu zo'n leuk werk heb waar ik zoveel passie in kan werken elke dag. Deed ik het eigenlijk heel weinig mis. De eerste weken heel even, want ik heb natuurlijk heel veel klanten contact gehad altijd. Ja. En, maar ik moet wel zeggen dat ik wel op een punt kwam dat ik gewoon iets anders wilde. Ja, gegroeid er naartoe denk ik. Hè? Dat je op een gegeven moment denkt van... Ja, dan begint het een beetje te... Ja, en dan komt het einde en dat je denkt van hé, nou ga ik het afsluiten. Ja. En toen heb ik het ook echt afgesloten. Ik moet zeggen, het was net de week voor carnaval dat ik de laatste route reed. Wisten die mensen dat ook? Ja, we hadden keurig een brief gemaakt. Iedereen heeft gestopt en iedereen bedankt. En had ik in de krant gestaan toen de tijd in Brabant Centrum stond een mooi stuk met foto van ons erin. En ja, als je dan kijkt naar het einde van die week, hadden we al een hele grote tafel, net zoiets als hier. En die stond echt helemaal vol met flessen wijn en allerlei bedankjes. Was je niet geraakt? Dus dat was heel leuk. En dat was echt, wij hadden heel veel klanten, dat kwam wel zo lang aan de deur. Ja. Die hebben echt allemaal op een manier afscheid genomen. Dat was ook toen wij onze kinderen werden geboren. Wij gaven al de klanten een kaartje, mijn geboortekaartje, en dat ik een week vakantie pakte. En onze eerste kind, ons band, onze oudste, kwam ik thuis. Had ik elke dag 20, 30 knuffels in die auto die ik allemaal binnenlegde. Allemaal van klanten waar ik gewoon elke week kwam, waar ik gewoon heel goed contact mee had. Leuk hoor. Hoeveel kinderen heb jij? Drie. Bente en Maarten en Guusje. Twee meiden en een jongen. En op een gegeven moment gaat dat ook. Hè. Je zit in zo'n bedrijf en kinderen worden groter. Je wilt ook wel meer tijd hebben voor kinderen. Ik weet dat op een gegeven moment een periode was, onze maten ging voetballen bij ODC. En die had 3 maanden gevoetbald en ik was er nog nooit geweest, want ik was altijd aan het werk zaterdag. En toen dacht ik, ja, dat ga ik veranderen. Ik wil gewoon met mijn kinderen op zaterdag erbij zijn als ze sporten. En, zeker omdat je zelf zo'n fan bent. Ja, dat je zelf een sportman bent. Ja.
Dus toen heb ik op een gegeven moment heb ik de route van zaterdag heb ik naar de woensdag gezet. Want dat was eigenlijk mijn vrije dag en dan was ik op zaterdag voor het vrij. Ja. Ging ik met mijn gezin dingen doen. Dat was wel de eerste stap dat ik dacht van, hey, gaan we afstappen van de oude traditie. Want die zaterdag was natuurlijk de beste dag voor de verkoop. Ja, snap ik. Veel mensen voor het weekend, maar ik koos echt bewust van, nou ja, dan maar iets minder omzet. Ja. Maar wel tijd maken om ook met mijn kinderen dingen te doen. Maar het was wel mooi, want je kreeg met al die mensen waar ik al heel veel jaren kwam, ja, daar hadden gewoon een band mee. Er waren ook mensen waar je kwam en waar kinderen geboren werden en ja, die zag je opgroeien. Ja, leuk. Ja. En ik heb hier nog wat ooit. Want hoe lang heb jij het nou gedaan? Hoe lang ben je als groenteboer? Ongeveer 26 jaar. Dat is een hele tijd. Ik kom nu wat ooit op de markt, sta ik in de kroeg en dan zeggen mensen tegen mij of kinderen van 20 jaar. Ja, jij kwam vroeger al best papa en mama de deur. Leuk, ja. En dan moet ik nadenken en dan vraag ik, waar wonen jullie dan? En dan zeg ik het adres en zeg ik, oh ja. Want ik ken heel veel mensen, die ken ik niet van naam, maar ik weet van gezicht, waar ze wonen. Ja, waar ze wonen. En mijn vrouw vraagt me zo, wie was dat? En dan zeg ik, oh ja, ik weet niet hoe ze heten, maar ze wonen daar en daar. Albert, en toen ben je gestopt? Ja. Laatste route gereden en toen goed carnaval wezen vieren natuurlijk. En toen hebben we lekker carnaval gevierd. Ik weet nog, de Berry Dankers, die deed toen 's maandags... Politieke vee. En toen had hij als mij verkleed en toen had hij gezegd, de koek die kiest eieren voor zijn geld. Och, wat leuk! Ja, dat is wel heel leuk. Dus dat was eigenlijk, net met carnaval stopte ik. Dus ja. Toen heb ik carnaval gevierd en toen ben ik uiteindelijk aan de werk gaan doen. Ja. En toen heb je rondgezworven in het werkcircuit of had je wel direct dit ga ik doen? Ik had in mijn groentebedrijf bij jongeren, die bood ik stages aan en die zaten hier op internaat van de La Salle. Daar werd ik een keer voor benaderd, god Albert, is dat niet voor jou om bij jongeren te helpen? En daar raakte ik in mijn aanraking en dat vond ik eigenlijk zo superleuk. Dat was wel mijn ding. En toen uiteindelijk ging dat steeds meer groeien. En toen zei op een gegeven moment die man bij de La Salle tegen mij, hey Albert, als je ooit zou willen switchen, je kunt zo bij ons beginnen, want we hebben een paar jongeren bij jou gehad waar we eigenlijk niks meer konden en die hebben feilloos bij jou meegedraaid. Die ging ook mee op route met mij. Ja. Dat vond ik leuk om die stap te iets laten te leren, maken. Ja. En dan ging ik mij in mijn hoofd wel spelen. Toen heb ik een paar gesprekken gehad en uiteindelijk dacht ik van, nou weet je wat, ik verkoop mijn bedrijf. En dat heb ik toen verkocht aan iemand uit Schijndel. En toen ben ik gestopt en toen ben ik bij La Salle begonnen. En toen heb ik daar eigenlijk, toen dacht ik ook, toen ik daar begon, ik ga nooit meer voor mijn eigen werken. Ik denk, lekker, in loondienst, lekker 36 uur per week werken. Maar goed, toen begon dat uiteindelijk wel na een jaar te kriebelen, dat ik dacht van, hey god, als je dingen, want ik ben echt wel van afspraken nakomen, iets waar vandaag kan, dat doe ik niet morgen, ik hou de gas op. En ik zag er wel heel veel dingen in die zorgwereld gebeuren, ik denk, god, dat kan sneller, beter. En toen ben ik uiteindelijk toen de tijd samen met mijn toenmalige compagnon Herman van der Velde zijn wij samen een reïntegratiebedrijf begonnen. Hoe lang is dat geleden dan? Dat is nu 10 jaar geleden. En dan zijn je met z'n twee begonnen en dat, leg mij eens uit wat dat precies is dan. Nou, we doen een reïntegratiebedrijf, tenminste zoals wij toen gestart zijn. We zijn met z'n twee op Breukelsplein hadden we kantoor gehuurd. En wij zeiden tegen het UWV toen de tijd, maar kunnen we jullie daar toevertrouwen? Die zeiden, weet je wat, geef ons 20 jongeren die thuis zitten zonder werk en die beperkingen hebben en zelf niet aan werk kunnen komen. Dan geven we ons allebei 20 jongeren en zullen wij laten zien hoe we dat doen. En dan beperking op allerlei vlakken, lichamelijk of geestelijk? Ook, of... Ja. Kijk, als ik kijk toen wij starten, waren het vooral jongeren met verstandelijk beperkt of een vorm van autisme of een vorm van ADHD. Dus dat waren eigenlijk wel de jongeren die we op dat moment hadden. Dus jullie zorgden dat die jongens ergens aan de gang konden? Ja. Dat ja. ze werk kregen? Ja. Wij gingen bedrijven benaderen. We hadden jongeren waar ik goed ging kijken van, hey, wat wil je, wat kan je? Ja. Waar zou je het liefste werken, waar past die? Ik had natuurlijk, dat was mijn grote voordeel, heel veel netwerk in Boksel. Ik kende heel veel ondernemers. En dan vroeg ik weer aan iemand van, god, ik heb een jongen en die heeft met een traject. God, die zou eigenlijk de werk wel willen doen bij jullie. Zou je eens een keer mee mogen draaien? Nou, zo begonnen wij. En zo heb ik allerlei bedrijven waar we jongeren een paar weken mee lieten draaien, waar uiteindelijk dat goed liep. En als een werkgever dan zegt, god, ik wil hem wel een kans geven, ik wil hem wel een contract geven.
Nou, dat is een beetje, zo zijn we begonnen. En dat blijft via jullie altijd als bedrijf. Ja. Dus jullie waken altijd zo over die jongens. Ja. Of op een gegeven moment laat je ook los. Op een gegeven moment moeten wij loslaten. Ja. Als het goed loopt, loopt het goed. Ja, wij mogen eigenlijk in zo'n traject, want je hebt verschillende trajecten, maar waar we eigenlijk starten altijd, dus iemand zit thuis, heeft geen werk en kan zelf niet aan werk komen. Nou, dan gaan wij proberen stap voor stap die jongeren weer zover te krijgen dat ze op een werkplek komen. Ja. En als ze eenmaal ergens zitten en een werkgever moet betalen, dan begint het eigenlijk pas. Ja. Want dan verlangt die dingen dat je op tijd komt en als je kritiek krijgt dat hij ook blijft, zijn eigen netjes kleedt. Nou, en dan coachen wij zo'n jongere op die werkplek. En dan mogen we 3 jaar doen van het UWV. Ja. En de coach houdt in is dat je dan wekelijks een gesprek met zo'n jongere hebt. Ja. En is dat dan ook dat je gewoon de regels van het leven gaat vertellen tegen zo'n jongen? Ja, eigenlijk wel. Gewoon van, luister, hier hoort jij gewoon netjes te kleden. Ja. Want als je dat niet doet, ja, je kunt niet... Nee, dan geef je een voorbeeld, wat je ziet. Wij zeggen dat heel mooi spiegelen. Dan doen wij bijvoorbeeld voor hoe hij zich gedraagt op de werkvloer. En een jobcoach, toen, als ik dan naar de jongeren toe ging, had ik altijd werkschoenen in mijn auto, ik had een helm bij, ik had hesjes. Want ik werkte op allerlei plekken mee. Ja. Bijvoorbeeld op de bouw heb ik een jongen gehad die deed betonvloeren storten. En dat deed ik een paar uur meewerken. Maar dat deed je ook collega's vertellen wie de jongen was en hoe dat je hem aan moest sturen. Want als je iemand hebt met autisme, dan moet jij op een andere manier zo'n jongen aansturen, zodat het goed gaat klikken. Ja. Hey Albert, maar hoe kom jij zelf dan aan die kennis? Want heb jij dat nou dan uiteindelijk, want je zegt net, ik heb voor een autobedrijf een opleiding gedaan. Ja. En voor de motoren wou ik in, maar dit is toch heel iets anders? Heel iets anders, ik moet je zeggen. Maar hoe heb je dat dan, want dat is echt die switch. Ja, dat was een hele switch. En toen ik in de werk begon, toen zei ze ook tegen mij, nou ja goed, we hebben jongeren bij jou gehad. En de manier waarop jij daarmee omgaat en vanuit je eigen gevoel dat al doet, dat is al heel belangrijk. Nou, toen ben ik daar begonnen, maar toen kreeg ik jongeren met bepaalde diagnoses. Nou, dan zat ik avond aan de computer en ik zocht helemaal uit wat het allemaal inhield. Dus het is eigenlijk een soort zelfstudie wat jij hebt gedaan. Ja. Dus meer de ervaring van het leven en De levenservaring oprechte interesse in de mens. In de mens, ja. Oh, maar de levenservaring die ik had van met die groentekar, want daar kwam ik ook bij de burgemeester elke week. En ik kwam ook in wijken in Boksel waar ik eigenlijk heel anders moest gedragen. Dus een bepaalde levenservaring had ik, die ik ook gebruik nu nog steeds, als ik met jongeren of met andere mensen op plekken kom. Dus je bent eigenlijk een chameleon, je stemt altijd af van, hé, wat doe ik nu, wat zeg ik? En uiteindelijk is dat wel de kracht. Ja, maar dat moet er wel kunnen. Dat moet er kunnen. En dat is de gave. Ja, ja. Dat zeg ik ook wel tegen iemand die bij ons ooit komt, van, hé, we moeten een goede jobcoach dan kunnen. Ja, die moet van alles kunnen eigenlijk. Ja, je moet de levels pakken, bewegen met... Ja, je moet eigenlijk constant afstemmen op de mensen waar je mee werkt. Ja. En je hebt te maken met een klant die we begeleiden, maar we hebben ook te maken met een werkgever en met een collega. En zijn collega die eigenlijk ook misschien helemaal niet zit te wachten op extra ondersteuning voor zijn cliënt die daar komt werken. Dus als jobcoach moet je wel proberen hem te bewegen dat hij de tijd wil nemen om iemand de kans te geven. Dus en het mooiste is, en zo te kunnen doen, dat het toch altijd Albert blijft. Ja. Dat wij je niet verliezen. Ja, dat klopt. Dus. En dat je met een hoge Piet zit te praten, maar ook Jan met de pet en iemand met een beperking. Ja. Nou goed, dat is ook wel, denk ik, wel al van mijn krachten geweest in heel mijn leven. Ik voel me eigenlijk nooit van iemand te groot. Ik ben goud eerlijk. Ik weet, ik doe eerlijk zaken. En wat ik beloof, kom ik na. Ik zeg altijd ooit tegen mensen, als ik iets afspreek met jou en het gebeurt niet, dan kunnen we gerust bellen, want dan ben ik het echt vergeten. Ja. Maar als ik tegen jou zeg, dat doe ik voor jou, dan doe ik dat ook. Ja. En je kunt ook jij het doen beperkingen, hè? Natuurlijk. Je bent hier wel een superman hier aan tafel, maar ook jij het doen beperkingen, dat je af en toe toch denkt, dat is maar dan is het fijn als mensen het ook zeggen, want ooit weet het ook niet, nee. Hè? Als mensen mond houden. Ik heb echt wel elke week dingen dat ik denk, hey, als ik die volgende week weer zo op een pad krijg, doe ik het denk anders. Ja. Ik moet zeggen dat ik elke week nog wel leer van bepaalde situaties. Ja, iedere situatie is ook weer anders, is weer anders, ja. Ja. Er kan van alles gebeuren met allerlei jongeren die overal werken op werkplekken. En dat is wel het mooie van het vak. Ja, en je doet er 5 dagen in de week dat je echt zo ook bezig bent met dit soort dingen? Ja. Want jij gaat dus ook naar bedrijven toe, je bent met jongeren in contact. En dan moet je ook veel lijntjes hebben. Ja, dat je s'avonds denkt van...
Ik verkoop toch liever appelspieren en prei. Ja, dan was ik veel meer fysiek bezig. En nu ben ik veel meer met mijn hoofd bezig. Ja. Doe je het nou alleen maar voor jongeren? 10 jaar geleden zijn we echt begonnen, onze doelgroep was echt jongeren. Dat was echt wel, daar waren we echt goed in, denk ik. Alleen door de jaren heen, kom je erachter, hebben we onze UWW onze grootste opdrachtgever. De meeste opdrachten van ons komen vanuit UWW. Maar die hebben natuurlijk een heel breed scala aan mensen die ze willen helpen. Dus wij zijn begonnen met jongeren, maar we hebben nu inmiddels ook mensen die vanuit de WIA-bonds komen. En dat kan, we hebben zelfs op dit moment mensen van 58 jaar die bij ons in traject komen. We hebben een WIA-uitkering. Een WIA-uitkering? Ja, WIA wil eigenlijk zeggen, bijvoorbeeld, je bent heel je leven schilder. En je raakt vanwege rugproblemen, kom je in de ziektewet bij een bedrijf. En dan heb je een werkgever is dan verplicht een bepaald traject te volgen. Dat noemen ze uiteindelijk een tweede spoortraject, maar de wet poortwachter. En in zijn eerste jaar moet zijn werkgever kijken of iemand terug kan in een eigen bedrijf. Hè, als schilder terug kan naar werk. En na het eerste jaar, als dat niet lukt, dan komt het tweede spoortraject. En in de tweede spoor moet ik gaan kijken als werkgever of iemand ergens anders kan gaan werken. Via een reïntegratiebedrijf. Moet het bedrijf dat gaan doen? Een werkgever is verplicht om daar... Om te gaan zoeken dat hij weer ergens onder de pannen kan komen. Ja. Of dat is ook een heel kwijt. Dat is een heel kwijt. Er zitten veel verplichtingen aan mijn werkgever. Maar uiteindelijk, meestal worden wij als reïntegratiebedrijf ingezet om in zijn tweede spoortraject, dan zeggen ze, God, maak een offerte. En dan gaan wij kijken in zijn tweede spoortraject of we iemand kunnen uitplaatsen. Als dat nou niet lukt en iemand is 2 jaar in de ziektewet, dan zegt de werkgever, hij is 2 jaar in de ziektewet, dan gaat hij naar het UWV en dan komt hij voor de WIA-keuring. En dan gaat het UWV gaat iemand keuren en gaat kijken in welke mate hij arbeidsongeschikt is. En als hij dan meer dan 35% arbeidsongeschikt is, dan kom je in de WIA. Okay. En dat wil zeggen dat je nog wel kunt werken, maar niet meer het oude beroep uitoefent. En dat ze vooral gaan kijken naar ander soort werk. Dan zeg je bijvoorbeeld, die man is al schilder geweest. Dat kan hij niet meer volhouden, want hij kan bijvoorbeeld deze beweging niet meer maken. Maar hij kan misschien wel in een magazijn werken. Nou, dan krijgen wij een traject en dan gaan wij kijken met zijn man of met zijn vrouw. Dus dan ben je eigenlijk ook een soort uitzendbureau. Ja. Dan op dat moment eigenlijk. Ja, een uitzendbureau doet eigenlijk mensen uitzetten en dan krijgen ze uren voor betaald. Hè. Ja, dus, een gedeelte van zijn salaris gaat naar het uitzenden, maar dat is bij jullie niet. Bij ons nooit. Wij begeleiden mensen, maar ze komen altijd in dienst bij diegene waar wij ze plaatsen. Bijvoorbeeld Camping Sport in Witte Schijndel, daar hebben wij op dit moment misschien wel 6 mensen zitten. In de winkel, in het magazijn, op een webshopafdeling, op een prijzenafdeling. Daar hebben we zelfs een jongen in een rolstoel, die doet daar klachtenbehandeling aan de telefoon. Ach. Daar hebben we allemaal verwerkt dat je met vervoer, met zijn auto en het Vlijmen daar naartoe kan. Dat je met zijn rolstoel binnen kan en dat hij daar gewoon kan werken. Die jongen had jaren thuis, zat hij. En uiteindelijk zit hij daar nu weer gewoon, werkt gewoon de hele week. Het was contract inmiddels. Ja. Dus je ziet binnen zo'n bedrijf zijn er allerlei mogelijkheden. En het bedrijf moet er voor openstaan. Als jullie begeleiden, is het ook een zorg minder voor dat bedrijf. Hè? Want als er iets is met zo'n werknemer, dan hebben ze contact met... Ja. Kijk, wij zijn eigenlijk tussenpersoon tussen het UWV en die bedrijven. Ja, ja. Wij bemiddelen mensen naar werk toe. En wij proberen ze van de bank af te krijgen en naar werk te plaatsen. Maar stel een werkgever op een gegeven moment een probleem heeft, dan kan hij ons ook weer bellen. Om te kijken van, hoe lossen we het op? Ja, ja. Dikwijls zit er een no-risk aan. Dat wil zeggen... Stel je hebt iemand met een WIA in dienst en die wordt ziek, dan betaal jij wel de ziektekosten door, maar die krijg je terug van het UWV. Dus dat is voor de werkgever een heel belangrijk item. Ja, echt wel. Hé Albert, maar nou, we zitten nou zo op een ander level te praten, dat het is ook wel helemaal een switch geweest voor jou, hè? Ja, een hele switch geweest, ja. En ook voor het gezin, voor iedereen, dat ze dachten, wat gaat je nou weer doen? Ja, dat is inderdaad... Is het dankbaar werk? Ja, heel leuk. We hebben echt... Van de werkgevers, maar ook van de mensen die geplaatst worden. Ja, geweldig. En ook ouders van jongeren die via ons een mooie plek krijgen. En uiteindelijk weer deel gaan nemen. En, want het is gewoon ooit heel schrijnend waar je komt. Ja. Waar je zelf al ooit emotioneel wordt. Dat denk ik ook wel. We hebben sommige mensen meegemaakt hebben. En uiteindelijk, ik heb ooit een jongen gehad met 17 jaar met een hersenbloeding heeft gehad. Waar heel de wereld is ingestort. En ook bij die ouders. En uiteindelijk... Hebben die jongen nu via en met veel ondersteuning op een werkplek gekregen. Waar die hersenchirurg is en een certificaat heeft gehaald. En die ouders en die jongen kwamen samen met een eigen bak taart brengen. Omdat ze zo dankbaar zijn dat je op een goede plek zit.
Dus dat is wel heel leuk werk. Dat zijn heel zorgen, ja, als je ja. zo'n jongen hebt dan. Hè? Ja, ik heb zelf ook 3 kinderen en het kan ons ook gebeuren. Ja, dat is ook. Hey, zo fietsen ze naar school en zo komen ze thuis en er is iets gebeurd. Ja. Hey, ik heb ook een jongen, een man gehad, die is gewoon door iemand een dronken automobilist van het trottoir afgereden. En die heeft een hersenletselaandoening gekregen. En die is 100% afgekeurd, kan nooit meer zijn werk als skipper uitoefenen. En uiteindelijk hebben we hem, hij kan niet meer werken, maar we hebben hem wel op een werkervaringsplaats gekregen bij het waterschap, waar hij nu wel een daginvulling heeft. En uiteindelijk wel van huis af is en dingen doet waardoor hij weer in beweging is. Ja, want dat is het hem, als je maar in beweging blijft als mens. Ja. Hè? Lukt het altijd? Het lukt niet altijd. Dat is ook heftig, hè? Ja, dat is zeker. Want je bent er toch voor aan het knokken, hè? Natuurlijk, je doet het uiteindelijk om succes te halen. En wij halen best wel redelijk succes. 70% is geslaagd. Maar dat betekent van de 10 mensen zijn er ook 3 waar het niet geslaagd. En hoe komt dat dan? Ja, dat kan allerlei redenen hebben. Uiteindelijk ook de wilskracht die ooit bij klanten zit. Het is uiteindelijk op een gegeven moment denken, hey, pff, laat me rust. Kunnen mensen ook depressief zijn. Ja, labiel of zo natuurlijk ja. ook. Ja, of de beperkingen worden erger, waardoor... Ja, wij wel van alles willen en het UWV wil van alles, maar uiteindelijk lukt het die klant niet. En dat wordt gewoon heel, heel jammer. Maar soms hebben we geen succes, hè? Ondanks alle goede inzet. En we willen natuurlijk zo hoog mogelijk percentage halen, iedereen aan de slag kan. Ja. Maar het lukt niet altijd en daar moeten we ook eerlijk in zijn. En, ja. Maar ik vind het altijd heel belangrijk als we uiteindelijk kunnen zeggen, met z'n allen, we hebben er alles aan gedaan. Ja, want jij kunt dat wel goed loslaten dan, als het niet lukt. Ik kan het wel loslaten, ik moet zeggen... Is dat niet zo dat, jij kunt dan wel zeggen, nou ja, we hebben ons best gedaan, jammer. Ja, ja. Of neem je het mee naar huis. Of sommige trajecten heb je wel ooit dat je denkt, god, al hadden we dit of dat gedaan. Dat had misschien wel gelukt, hè? Ook kijk je terug op trajecten. Het is altijd jammer als iets niet lukt. Ja. En zeker, want uiteindelijk, wij vinden het heel jammer. Maar uiteindelijk voor die klant die we hebben willen begeleiden, Is het nog veel erger. Hè? Want die had goede hoop dat hij via ons aan het werk zou komen. En als het dan niet lukt. Maar het heeft altijd allerlei redenen. En alleen ik vind het al belangrijk, als we terugkijken, dat we kunnen zeggen, nou, we hebben er wel alles aan gedaan. Hou het ook vol, als mens, als Albert. Want ik vind wel, als ik zo met jou zit te praten, hè, ik vind wel dat je heel vol zit. Hmm. Het is ook bijna een passie. Maar jij doet alles met passie. Voetballen deden met passie. Hoe groenten verkopen en hoe eieren en aardappelen doen met passie. Dit ook, maar ik vind wel dat je helemaal vol zit als mens. Dat ik denk... Ja, dat ik zou ergens zoiets moeten hebben dat ik een beetje leeg kon laten lopen. Dat ik even zo kon zeggen... Even Ik zak even, ik heb even... Ja, je bent wel scherp, zo. Ja, daar heb je wel gelijk in. Dat is ook wel mijn valkuil. Dat ik ooit voor mijn eigen gewoon even moet zeggen, hey, even tot zover en even rust op de plaats. Kijk, dat was ook toen ik in die groente stopte. Daar heb ik heel, heel goed met mijn vrouw over gehad. Nicole zei, Albert, hou jij zo niveau? Ja, ik hoor je elke morgen naar bed gaan. En hij wordt steeds moeizamer, dat was ook zo. Ik voelde dat de energie daar weg ebte, gewoon qua kracht. En toen heb ik heel bewust een keuze gemaakt van, hey, we stoppen met het bedrijf. Ik ga in loondienst werken, er zaten best financiële gevolgen aan. Maar daar ook wel eens tegen elkaar gezegd, nou, uiteindelijk, het belangrijkste is dat we het samen goed hebben, gezond zijn en met onze kinderen. En als we ons huis verkopen en we moeten gaan kleiner wonen, daar hadden we het samen wel over gehad. Ja. En uiteindelijk is het toch allemaal weer goed gekomen, dan ben ik toch weer andere dingen gaan zoeken. Want ik heb een tijdje trampolines ingeraden in Nederland, om extra bij te verdienen. Maar ook wel met de gedachte van, nou ja goed, het komt wel weer op zijn pootjes terecht. En zo zit ik er ook altijd wel in. Ja. Maar je hebt wel gelijk van, ja, je moet je eigenlijk wel beschermen. En ik merk ook dat ik ouder word. En ik merk ook dat ik ook wel ooit, ik heb een hartritmestoornis gehad en... Ik heb ook wel een hoge bloeddruk, dus je merkt ook, je wordt ouder en je moet ook over dingen los gaan laten. Ja. En het is ook wel eens knap om voor mij te kunnen zeggen, ik doe het dus niet. Ja, dat is ook zo. Ja, dat is ooit, zinnetje is denk ik wel heel moeilijk, dat is want heel moeilijk. Het heeft natuurlijk ook wel met je opvoeding te maken. Hè? Het komt van kind af aan, ik bedoel, een vader die hard gewerkt heeft, een moeder die heel hard gewerkt heeft. Ja. En dan groei je ook zo op als kind, dat het zo vanzelfsprekend is, dat altijd er tegenaan moet gaan. Het is er hè? Zo ingegoten, zo in goed, er is geen keuze in. Nee. Maar er is ook wel wat dingen, ik ben ook wel de afgelopen jaren ook wel
wel andere dingen doen. Hè. Ik ga naar iemand toe die reiki doet, wat me weer wel ontspanning geeft. Ja. Ik sport heel veel. Ik ga mountainbiken, wielrennen, golven. Ik ga naar een sportschool. En gewoon zitten met niks. Dat is moeilijk voor mij. Ja, want nou ben je weer allemaal. Ja. Hè, sporten en wielrennen. Ja. Een boek lezen. Nee, maar hoef geen boek te lezen. Ja, maar gewoon dat je zitten. Denkt, ik doe niks. Ja. Ik ga gewoon zitten. Ja, dat is een heel moeilijk punt voor mij. Ik ga eens uit mijn hoofd. Ja. Dat is ook iets in een bol die heel zegt van, moet dit, ga ik bewegen. Ja. Ik ga bewegen, want dat is goed voor mij. Hé, doe eens niks. Ja, en blijf eens lekker thuis. Ja. Doe eens een beetje tutten. Nou, dat is wel een mooi aandachtspunt waar ik nog moet gaan doen, denk ik. Want ik denk dat zomaar thuis op de bank zitten, of moet voetballen tegen wezen. Ja. Maar dat past niet zo bij mij. En dat is ook wel, daar ben ik helemaal met jou eens, dat is ook wel iets waar ik iets mee moet. He, want ik lees een boek alleen op vakantie ooit. Ja. Maar ik heb heel veel moeite om... Maar wat zit daar dan achter? Dat vind ik dan wel leuk. Waarom moet jij van jouzelf zo dat... Misschien de lat ooit te hoog. Nou, of denk ik dreven, hè? Ja. Ik vind het ook wel heel moeilijk om tegen mensen nee te zeggen, teleur te stellen. Ik heb nog niet veel gedaan, maar ik had toevallig van de week een opdracht voor een hele nieuwe opdrachtgever. En daar heb ik een paar dagen over nagedacht. En toen kreeg ik een mailtje dat ik snel moest beslissen of ik wel of niet mee zou doen. En toen heb ik hen een mail gestuurd dat ik ervan afzie, omdat we op dit moment daar geen tijd voor hebben. Ja. Nou, dat is voor mij heel moeilijk. En ben je er blij van? Ja, toen ik die mail had gestuurd, denk ik, ben ik klaar met even. Ooit kunnen, doordat je dingen niet doet, dan word je ooit blijer van, dan dat je denkt, nou oké, ik doe het maar. Dat je denkt, oh, ik doe het gewoon lekker niet, heerlijk. Ja, maar dat is wel moeilijk. En dat is ook wel een beetje mijn valkuil. Dat is ook wel... De mensen al bij pijn en deurig denken, ja goed, ik wil het altijd voor iedereen goed doen. Maar je doet het ook goed, hè? Ja. Dat is ook weer een verhaal, want uiteindelijk doen het voor iedereen goed, want je doet het best. Ja, dat klopt, altijd dus best. Dus uiteindelijk doet het gewoon goed, want je kunt niet anders, toch? Nee, je deed het zo. Maar als je het dan hebt over wie ben ik en... Ja. Dat is wel echt gewoon rust pakken. Hè. Ik ben wel zo jaloers dat mensen hier gewoon heel erg iets op hun gemak kunnen doen. Ik ben altijd van, ik ga dat nog doen en altijd in een bepaald tempo. Ja, dat is zo'n drammer die in je kop zit, hè? Van ik moet nou dat doen, oh, dan kan ik dat doen. Hey, het is pas 4 uur, oh, dan kan ik ook nog dat doen. Ja. Hey, terwijl je eigenlijk ook kunt zeggen, ik heb hard genoeg gewerkt, ik heb het genoeg gedaan vandaag. Ja. En dat is wel een beetje zo'n telefoon als ondernemer. Hè, al die mails komen binnen, je bent eigenlijk wel wat heel veel met je werk bezig. Hè, want die mails... Ja, die komen altijd als zondags, zondagsmorgens, s'avonds. Ja, het is maar net hoeveel je er zelf in kijkt. Dat is bij ons ook. Ik heb ook klanten die bellen mij ooit op zaterdag. Ik heb laatst een jongen die belde me op zondag. En dan denk ik, als je mij op zondag belt, dan heeft je me echt nodig. Ja. Dus dan pak ik hem ook af. Ja. Maar ik denk dat het daar niet in zit. Nee. Dan zit het hem niet in. Het zit hem in jouzelf. Ja. Maar dat komt wel, dat is nou leuk. Daardoor worden nou 57, dat is het volgende stap in uw leven. Om te zeggen, ik doe het dus niet. Ja, dat is het zo, Dat is het zo. Daar zegt die kool, Josephine, die zei al tegen mij, ik doe het dus niet, dus ik ga het ook eens niet doen. Ik had mij voorgenomen, per 1 januari ga ik vrijdag niet meer werken. Want ik ben geopereerd aan mijn voet, hè. Ik heb een platvoetcorrectie gehad. En hebben ze in Den Haag geweldig geopereerd. Alleen dat gaat nu, zonder krukken kan ik weer een beetje lopen. Maar ik had me eigenlijk voorgenomen, vrijdag stop ik mijn werken. En toen kreeg ik van de week van iemand een mailtje van op welke vrijdagen ze de vergadering in Geningen plannen. Dat waren allemaal vrijdagen en die heb ik teruggestuurd. Nou, je zult een ander voorstel moeten doen, want op vrijdag werk ik niet meer. Ik denk, ik ga het niet meer doen. Ik denk, ik ga die vrijdag, dat heb ik mij wel voorgenomen, ga gewoon eens wat andere dingen doen. Leukere dingen. Maar heb je hobby's? Ja, allemaal weer sporten, wielrennen, wild. Nou, en ik heb heel lang over gehad. Ik heb een motor gekocht, die staat klaar. En als ik daar weer echt helemaal goed het kan lopen, ga ik weer wel motor rijden. Ja. Maar gewoon een vrijdag, gewoon eens lekker als mooi weer, 's morgens lekker de motor pakken, weer wegtoeren. Daar heb ik me eigenlijk wel voorgenomen dat ik dat ga doen. Want als ondernemer merk ik ook wel dat je ooit 6-7 dagen in de week aan het werk bent. Hè, want als ik het op vrijdagavond niet af heb, dan ga ik zaterdagmorgen nog even terug. Ja. Of ik slaap zaterdagmiddag de laptop even open. En weet je, het is Albert, het is maar werk. Hè? Ja, dat is zo. Dat klinkt stom, het wordt zo groot bij sommige mensen, dat ik dan denk,
je doet het wel met passie, je doet het wel goed, maar het is maar werk. Ja, ja. Ja. Wat je uiteindelijk doet om een fijn leven te hebben. Ja, dat is zo. En daar verliezen mensen ooit, ja, hè? Ja, ja. Ja, ja, goed, hè, maar ik geniet wel van heel veel dingen, hoor. Ik geniet van, als ik kijk, van mijn kinderen en van alle dingen om me heen. Ja. Ik ben wel een genieter, wel ook van het leven. Hè. Je kent mij, ik ga graag een keer een pilsje drinken. Carnaval ben ik er altijd bij. Ja. Als er iets te doen is, een box van ben ik er. Ja. Dat vind ik ook leuk. En daar pak ik wel altijd voor. Ja. Ik ben wel iemand die... Ook die kant moet... Ja, die kant. Ik ga graag een pilsje pakken, mijn vrienden, een potje kaarten ergens. Ja, slappe kletsen. En zo. Ik doe een beetje met darten. En, leuk. Ja. Gewoon leuk, leuke dingen doen. Ja. Ook wel daarbij horen. Ja. En feestjes zal ik niet zomaar overlaten. Nee. Ja. Want dan is er echt iets aan, dan is iets aan de hand. Dan moeten we gaan kijken voor jou om in het werkproces te krijgen. Nog één ding. Hoe wordt de toekomst voor jou? Hoe wordt de toekomst voor mij? Ja. Weet je dat al of zeg je nee, ik laat dat helemaal open? Nou, goed. Ik heb altijd geroepen dat ik niet op mijn 67 blijf werken. Ik wil wel bij eerder stoppen en bij meer leuke dingen gaan doen. Maar ik ben wel ondernemer. Ik blijf wel een beetje betrokken bij mijn bedrijf en ik weet ook niet hoe het eruit gaat zien. Of iemand van mijn kinderen het bedrijf nog ooit over wil nemen. Of dat er iemand anders. Maar in dit tempo wat ik nu doe, maar goed, dat heb je net al van mij gehoord. Ja. Daar ga ik wel een stukje in terug doen. Ja. Ik ga wel meer tijd creëren om andere dingen te doen en niet alleen te werken. Ja, om gewoon echt anders te zijn. Ja. En mijn vader was ook 67 en ik weet nog dat vader ooit... het was mooi weer en toen zei ik, pap, ik ben niet wezen fietsen vandaag. En toen zei hij tegen mij, ja nee, dat kan het er niet maken, want die boeren zijn allemaal aan het hooien. Ja. En dan kom ik daar langs gereden met mijn fiets, gewoon op een doordeweekse dag. En zeg ik, ja, maar je hebt heel leven gewerkt, man. En toen heb ik wel altijd aan gedacht, denk, daar gaan we niet overkomen. Nee. Dat je niet de tijd durft te nemen om iets leuks te doen. Het gekwebbel en het gepraat, want stel dat iemand anders zou zeggen, nou. Dus dat is wel een mooie leerschool voor mij. Maar het is niet al makkelijk om te zien. Om het ook echt te doen, hè, daar kom ik al achter, dat is niet zo makkelijk. Maar goed. Maar weet je wat het leuke is? Zoals ik jou nou hoor, je begint er al over na te denken. Het is nog niet gevormd. Je begint al te zeggen van nou, die zaterdag of die vrijdag, daar ga ik mee stoppen. Ja. Dus het begint, omdat je voelt ook weer, zo kan ik niet doorgaan. Ja. En ja, dat is ook prima. Het is ook de kunst, hè. Uiteindelijk, ik heb verschillende mensen voor mijn werken. Daar moet ik vertrouwen in hebben. Die kunnen daar werk gewoon hartstikke goed. Dus ik moet er ook vanaf kunnen vertrouwen als ik er niet ben. Ik heb nou in het ziekenhuis gelegen met mijn voet. Ja. En het is gewoon doorgelopen. Ja. En er zijn nu ook een paar taken die ik altijd zelf heb gedaan. En die heeft niemand overgenomen. En dat gaat perfect. Dus die ga ik niet meer terugpakken. Nee. En die zijn er blij mee. Die voelen er eigenlijk ook gezien door jou. Ja. Want jij hebt het vertrouwen. Ja, dus dat geeft me al wel rust. Ja. Ik zie nu een werkweek dat ik wel met meer... Maar een platvoet niet allemaal teweeg brengt, toch? Dan gaat het toch nadenken, hè? In de gips en niks kunnen. Oh, nou, wat dat betreft. Dus wel heel goed. Nou stoppen we. Hartstikke leuk. Ik vond het een keimooi gesprek, Albert. Ja, ik ook. Ik wens jou nog een heel mooi leven. Ja. En we komen elkaar nog heel ons leven tegen. Maar dat ook maar heel lang mag gebeuren. Daar gaan we voor. Ik vond het heel leuk dat jullie bij ons waren. En leuk om met jou zo een keer te praten. Hè? Want ik vind het leuk als ik in de kroeg tegenkom. Maar dit was ook heel leuk. Ja, helemaal goed, jongen. We houden elkaar op de hoogte. Ja. En ik zie jou vandaag eens wel weer een keer. Dank je wel.